de Rap Alpha Flux Jacket. Kennen jullie die scène uit Progression waarbij Chris Sharma halfwege Jumbo Love zijn shirt uitdekt? Die man die had het gewoon warm. Ik heb het zelf vaak geprobeerd aan de wand, maar zonder blok is het me eigenlijk nooit gelukt. De Rap Alpha Flux Jacket biedt de oplossing. Nee, het is geen pullover die je met een simpele druk op de knop zo van je lijf werkt, maar hij heeft wel een heel breed temperatuurbereik. Rap omschrijft het zelf als on-the-move multi-season gebruik en dat dekt de lading heel goed. De isolatie bestaat uit Polartec Alpha Direct, waarbij het woord direct onderstreept moet worden. De vliesachtige stof wordt namelijk niet meer gescheiden door een synthetische binnenvoering en is direct zichtbaar aan de binnenkant. Hierdoor ademt en isoleert de Alpha Flux nog beter. De isolatielaag is bovendien niet gelijkmatig verdeeld over het vest. Je ziet precies waar je het hebben wil, dus op de plek waar je veel wind vangt, zoals de voor- en achterzijde en de zijkant van de mouwen. De Alpha Flux heeft een smalle pasvorm, zodat hij makkelijk onder een jas te dragen is, en een capuchon die onder een helm past. Dus ideaal voor de treadheads en alpinisten onder ons. Voor boulderaars is het vest misschien te technisch. De binnenkant van de mouwen is redelijk dun en vooral als je je aanval op een groot sloperfeest opent, kan dat snel slijten. Voor sportklimmers en beoefenaars van de meer avontuurlijke takken van bergsport is dit echt de perfecte aanwinst, die kou en wind afweert.